vandaag vlog nummer 3. En Code West deel 2. De docenten die hebben de nacht overleefd. Menno, goedemorgen. Hoe heb jij de nacht overleefd? Moeizaam. Moeizaam? Moeizaam. Moeizaam, maar ik heb jou wel zien staan. Want ik was vannacht dus wakker om 3 uur, voor de kleine. Maar ik heb de stream bekeken en ik zag jullie allemaal. Ik ben om 6:30 ben ik omgevallen. 6:30 omgevallen. En weer opgestaan? Nee, ik lig nog. Oh, je ligt nog? Oké, okay. Netjes man. Hé, en we hebben hier Luc. Luc, goedemorgen. Goedemorgen. Ik zag je, ja, goedenacht nog. Ja. Ik heb jou ook zien zitten, zien staan, zien liggen bijna. Maar wat had je nou op, een bril of zo? Ja, een bril. Een bril, oh, je hebt een bril of zo? Ja. Oh, oké. Okay. Ik vond het wel cool, ik dacht je zet een zonnebril op of zo? Nee, maar ja. Als je met -4 hebt, dan moet je wel wat zien. Dan moet je wel wat zien. Dan begint die lenzen die gaan irriteren, dus ja. Dan voor dat soort dingen neem je even een bril mee. Ja. Pascal Mariani. Ja. Ja, hallo. Goedemorgen. Hey. Je filmt 1 keer zo. Verticaal en andere horizontaal. Ja, ik ben nog hartstikke nieuw met opnemen, dus het is nieuwigheid. Nieuwigheid, ga je ook vlogger worden? Als je verticaal blijft filmen, ja. Dan is het voor niet goed, hè? PC mensen wel. Zo, nee, dat is niet goed. Ja. Horizontaal voor PC gebruikers wel. Zeggen ze wel. Ja, ja, voor PC gebruikers, ja. En dus, het is gewoon veel fijner kijken. Ja. Oh. Ja, nou weet je, wij zeggen altijd tegen studenten, geef ons feedback aan docenten, dan kunnen we altijd beter worden. Andersom natuurlijk ook, ja, maar de feedback is aangenomen, dus we gaan er wat mee doen. Ja. Maar ik ben benieuwd naar jouw verhaal van vannacht. Oh. Vertel eens met jouw team. We begonnen eigenlijk best heel goed. Okay. En helaas werd het steeds wel moeilijker en ja. Uiteindelijk waren we met z'n tweeën hard bezig en toen lukte het allemaal niet. En met z'n tweeën? Ja. En die andere mensen dan? Want je zit met hoeveel mensen in het team? Met 4 zaten we in het team. Oh, maar die zijn afgevallen of zo? Ja, die kon niet heel veel doen. Oh. Maar jullie twee dus? Of nee, nee. Rammel. Okay. En toen ging het wel steeds minder goed. Hè? En toen was het 4 uur of zo en toen zag ik, fuck, ik ga niet meer werken. Ah, dus jullie hebben de handdoek in de ring gegooid? Ja. Ik heb maar toch een hand voor jou meedoen. Ja. Dan zie ik jou daar zitten. Met eenzelfde shirt of niet? Ja. Is dit? Zelfde... Ja. Ah, bijna wel. Open, die van mij is wel van Nike en die van jou? Ja, dat heb ik gezien. In België. In België, kijk. Ja. Dan hebben ze gewoon nagebootst. Oh, ja. Oh, stout, stout. Hé, en vertel jij eens dan met jouw team, hoe ver ben je gekomen? Redelijk ver. Op een gegeven moment heel lang met Git en zo. Dat is heel groot geweest. Ja, inderdaad. En toen. Ja, we zijn best wel ver gekomen. Toch wel. Maar je kunt dan niet het hele product opleveren? Nee, niet alles. Nee, nee. Oké, nou ja. Maar ik ben blij dat we het gedaan hebben. Alleen uiteindelijk waren gewoon alle 3 opeens gewoon echt helemaal... Helemaal kaduuk. Kan me voorstellen. Maar, wat heeft het dan wel opgeleverd? Het product moet je even vergeten, maar waar zitten we hier nog meer voor? Nou, dingen leren eigenlijk. Dingen leren? Ja. En? Samenwerken. Juist. Ja. Dus daar kun je in ieder geval een kleine high five van geven, toch? Nou. Pst. Oké. Okay. Oeh, daar hebben we onze oude teamleider, Morten. Goedemorgen. Heer Willem. Ja, misschien wel. Hi. Hey, Pascal. Onze oude teamleider. Sorry Morten, ik kan niet laten om je toch even op film te zetten. Ja. Hoe is het? Kon je het ook niet laten om op bezoek te komen? Even komen kijken. Even komen kijken bij Code West. Even komen kijken. Oké, maar vannacht niet, hè? Nee, dat heb ik gisteravond, vorig jaar heb ik dat vorig gedaan. Jaar. Oh, vorig jaar heb ik wel overnacht? Ja, nee. Heb ik wel mee. Oh. Het is zwaar. Hoor. Het is zwaar, ja, dat klopt. Nou, ik heb de docenten zien zitten, dus... Petje af. Voor de docenten. Ja, en dan kom ik de volgende dag even kijken naar de prijsuitreiking. Ja, helemaal fris en geslapen en wel. In de schade. Oké. Daar zijn we. Ik heb een beetje goedemorgen kunnen zeggen. Hallo. Hey, er wordt vrolijk gezwaaid. Goedemorgen. Even met z'n allen tegelijk. Goedemorgen. Zo. Eens even rondkijken hier. Kijk, er worden wat balanceeroefeningen gedaan door Thomas van Minnen. Thomas, doe nog eens. Goedemorgen. Hoi, hou je jezelf zo wakker? Ja. Ja? Nee, moet nog wel. Kun je dat nog eens doen dan? Ik weet niet of dat lukt. Ja.
Ja, nou net niet op de camera natuurlijk. Het lukte hem wel 4 keer, dus ja. Is het bij ons gelukt, joh? Ja, ik ben het helemaal wakker. Ik was nog steeds druk bezig. Beetje half doodlevend. Alles wat ik kan doen is ook, heb ik zo'n kort leven gedaan. Oké. In principe gaat het gewoon goed. Ja? Bram die is nog even bezig met de backup. Bram is wel bezig. Oh, even kijken op zijn beeldschermpje. Oh. Hij zit helemaal in zijn zone. Zie je allemaal, hij is in de zone, man. Bram, succes, hè? Het hangt allemaal van jou af. Succes. Dat begreep ik al. Moet niet tegen hem zeggen, wordt hij nerveus. Thanks. Dan wordt hij nerveus. Oh, dan gaan we weer verder. Hey. Hi. Jij kan dus gitaar spelen. Ja. Nice. Speel je ook Nirvana of zo bijvoorbeeld? Smells like Teen Spirit. Way past that. Way past, ja, dat weet ik. Maar het is wel een legende, toch? Hij kan het gewoon. Nice. Yes. Goedemorgen. Hoi, ik kom echt op het goede moment. Oh. Hey. Kunnen we een kleine polonaise doen? Ja, kom. Kom, we gaan een kleine polonaise doen. Hey. Heb je het overleefd? Ja, zeker. Goed zo. Hoe is het verder hier? Ja, alles goed? Ja, gewoon serieus. Wat zeg je? Hey. Een heer. Hey, zijn dames alles goed? Maar hier is de Alfa hier, hè? Daar kan je weinig aan doen. Juist. Oh, oh die is oud! Maar die is mooi. Dr. Dre. Maar jullie hebben het overleefd allemaal? Ja. Ja? Oh, ik zal dat maar even niet erop zetten. Oh, gewoon weggeveegd, hè? Oh, ik weet wat erop stond. Dat ga ik vertellen aan de wereld. Joey's werk, waar is Joey? Joey is daar. Joey is... Oh, hij is aan het slapen. Joey is aan slapen. Ja. Er slaapt nog iemand. Hij wordt niet wakker, hij is een soort van dood. Joey, even kijken naar Joey. Daar ligt gewoon iemand te slapen. Kijk eens, jongens. En Joey had stiekem wat gekke dingen getekend op het bord. Maar we gaan niet vertellen wat. Kijk, hier gaan ze nog helemaal los. Oh, nu niet meer. Kom op, hè. Goed zo, oké, ik wou net zeggen. Je zou ook even een paar moves doen, die je kan even vasthouden. We doen even een dance battle. Ja. Oh. Oké, die gaat de eerste. Wij krijgen beide 15 seconden. 15 seconden? Wacht, okay. Eerst Nina. Oh. Eerst Michael Jackson, wel? We zijn er natuurlijk Michael Jackson leeft. Ja? Dus hij ook. Dan moet je wel eens... Ja, allemaal. Ja, nu weer. Oké, okay, sorry guys. Ik vind toch dat Pascal gewonnen heeft. Ja, jammer. Nee. Round 2. Applaus voor mezelf. Round 2. Round 2? Oké, round 2. Oké. Ik weet niet of je erop kan. Go get him. Ja? Oeh! Oh shit. Woehoehoe. You got the move. Oké, Nina. Let's go. Ik heb 2, 1. 3, 2, 1. Ja, maar dat is niet eerlijk. Een hele snelle, dat is wel wat van haar. Dat is gewoon hetzelfde doen. Moves. Nee, dit is een variatie. Dat gaat gelijk op. Woe! Nou, wat vind jij? Wat vind jij? Pascal heeft gewonnen. Pascal heeft toch gewonnen? Ja, sowieso. Wat? Nou, Pascal. Ik krijg mijn liter melk als ik heb gewonnen. Oké, okay, top. Oeh, ik ga je zweten vandaan. Ja, voor jezelf. Ja. Ja, oké. Okay. Goed gedaan. We gaan weer verder, tot straks. Doei. Bal. Hey Ivan, je bent toch van de beach, man? Jullie zijn moe, hè? Houdt jullie muziek nog een klein beetje op de been? Is bij jullie een beetje gelukt, jongens? Ja, een soort van, Moos? Ja, we zijn er allemaal. Ik ben er hiervoor klaar mee, dat daarvan. Je bent er wel klaar mee? Ja. Zowel als opdracht en persoonlijk? Ja, allemaal. Oké, okay. Maar jullie gaan wel wat opleveren straks. Nice man. Dan is dat eigenlijk de eerste groep die ik tot nu toe hoor, die daadwerkelijk wat heeft.
Dus who knows? Ja, die, ja, wie? Wie? Bram en zo. Oh ja, ja, die Bram die was nog even aan het code kloppen net. Aan het fine-tunen volgens mij. Oké, jongens, dan gaan we duimen, hè? Nog 30 seconden, gaan wij aftellen. Even kijken, nog 20 seconden. Oh, we zien natuurlijk in mirror. Maar goed, jullie kunnen het wel zien. Hier zit het beoordelingsteam, hè? Kun je even naar de camera zwaaien? Ja, 5, 4, 3, 2, 1. Einde! En inleveren maar. Tijd voor de beoordeling. Oké, het gaat gebeuren. De prijsuitreiking. De studenten zijn verzameld. Even kijken naar Pascal Wouters. Ja. Zo. Hey. Derde prijs volgens mij. Applaus. Wie zijn dat? Even kijken. Hey. Hey. Prijs nummer 2. Tweede prijs, goed gedaan. Yes. Wow, een heuse drone. Hoe vet is dat, een drone? Nog een drone, iedereen krijgt een drone. Top gedaan. Kijken wat zij krijgen. Filter.